vanuit Amsterdam. Ik ben weer eens een keer met Kimberly. Mm-hmm. Hoe else? En we zijn nu dus in Amsterdam, dat had ik al gezegd. Maar ja, ik ga weer een nieuwe pashokjes shoplog doen. Want ja, we zijn in Amsterdam, dus reden genoeg om natuurlijk even pashokjes in te duiken. Want ze hebben hier weer andere winkels dan we gewoon in Leeuwarden hebben. En überhaupt in het noorden. En ja, ik weet niet, heb ik echt iets nodig? Ja, er is één ding wat ik echt zoek. Namelijk bij de Topshop, zo'n Ric Flair broek, want daar hebben ze hem in tal. En dat kan ik wel gebruiken. Dus dat wil ik hebben en voor de rest laat ik me gewoon verrassen. Dus kom gezellig. Die vind ik ook cool. Ja. Ook really nice. Oh my god. Oh, welke dan? Te veel keuze. Oké, ik ben nu bij JD Sports en ik heb item nummer 1 aan, namelijk deze velvet Adidas broek. Die had ik online al gezien. I really, really love it. Maar ik heb hem ook nog in de beige meegenomen en een groene niet velvet. Maar ik vind dit in ieder geval al een winner. Het is wel €70, is wel een beetje prijzig, maar ja, het is een merkje, het is Adidas. En dit is trouwens maat 6, wat denk ik dan een S36 of zoiets is. Ja, ik vind hem heel erg tof. Ik vind de fit ook gewoon echt heel erg fijn, dat hij wat strakker is. Van onder en dat hij ook wat hoger valt. Love it. Ik heb wel even een panty onderaan trouwens. Kijk, ik heb nu de beige variant aan. Vind ik wel leuk, maar ik denk ja, toch net iets minder leuk dan die paarse. En bovendien zei Kimberly dat het eigenlijk net lijkt in de verte dat ik in mijn naki rondloop. Dus misschien is die paars wel wat geslaagd, hè? Ik heb nu de groene aan. Die is ietsje goedkoper, €56. Maar ik vind hem ook ietsje minder. Ik vind hem op zich wel leuk, maar die velvet was echt wow. En ik vind deze fit wat minder of zo. Deze valt iets lager. Terwijl die andere is wat high-waisteder. En dat vind ik echt leuker. En deze tekent ook een beetje. Zie die zakjes. Kan je er wat doorheen zien. Dus nee, ik denk dat die paarse velvet mee naar huis gaat. Ach, deze jas is zo leuk. Ik heb hem Kimberly laten aantrekken. Oh my god. Hoeveel kost deze? Hoeveel kost deze? 100. Wat voor maat is dit? Hij staat echt goed. Ik ben nu bij de Urban Outfitters en ik heb als eerste deze Fila broek aan in maat S. En deze is €77. Ja, ik weet niet. Ik vind de kleuren echt super gaaf. En misschien met iets langs dat ik het wel leuk vind. Maar ik vind dit niet zo. Niet heel flatteus. Een beetje een zakkont in en hier zit ook een beetje een ja, piemeltje. Nee, deze gaat niet mee naar huis. Deze broek is echt liefde. Deze is van Light Before Dark en oh my god, I love it. Maar dit is een S en ik vraag me wel of een XS misschien beter is. Het is wel €79, maar het is ook wel echt een, ja, een goede structuur. Volgens mij is het wel een stukje kwaliteit. Echt super gaaf. Hoe leuk zijn deze schoenen? Ik vind dat Kim ze moet nemen, maar volgens mij zijn ze niet te koop. Hey, het is wel jouw maat, Stas. Ja? Het is 41. Wat? Oh my god. Nou, ik weet het niet. No. It's a no. Ik ben nu bij Stradivarius en ik denk dat ik voor het eerst iets heb gevonden wat ik niet in S pas. Deze broek. Ik heb hem meegenomen in S. En dat was iets te voorbarig, want die krijg ik dus niet dicht. Dus obviously wordt dit er niet. En ja, ik heb hier een panty onder. Maar deze kost €30. Voor de geïnteresseerden die hem wel heel erg leuk uit vinden zien zo. Maar nee. En ik denk ook niet dat ik hem een maat groter haal trouwens. Zo bijzonder vind ik hem nou eigenlijk ook weer niet. Ik heb ook nog deze jas meegenomen. Dit is een maat S. En deze kost €59,95. En die vind ik heel erg leuk. Maar ik bedenk me net wel van dit is wel echt zo'n jas die echt iedereen heeft. Dus ja, ik weet niet. En ik heb ook niet per se een nieuwe jas nodig. Ik heb echt best wel veel jassen eigenlijk. Ja, ik twijfel een beetje. Ik vind het wel heel erg leuk. Maar misschien niet bijzonder genoeg. Nee, ik doe hem niet. Nee. Hij is wel leuk, maar ik doe hem niet. Ik ben nu bij Topshop en ik heb de Ric Flair Pants of My Dreams gevonden. En het is niet eens de tall version. Ik had de tall aan, maar die was gewoon veel te lang. Dit is gewoon de reguliere en deze is gewoon perfect. En ik heb hem nu ook nog best wel hoog opgehezen. Dus ik kan hem ook nog lager doen en dan komt hij nog lager op de grond. Dus met hakken kan die ook nog. En ik vind hem echt mooi. Ik vind ook de stof fijn. Het is zeg maar wel een, nou, zou ik zeggen, een redelijk figuurcorrigerende stof. Want hij is, ja, wel
Ik weet niet, een beetje zoals zo'n hardlooplegging, zeg maar, als je snapt wat ik bedoel. Vind ik heel leuk. En deze heb ik nu aan, is 36. En hij is, even kijken, lalalala, €26. Dat vind ik ook wel meevallen. Gewoon fair price. Dus deze gaat sowieso mee. Ja. Oké, dit is zo raar. Ik heb nu nog zo'n broek aan. In dezelfde maat. Dat is maat 36. En getal. Maar deze is te kort. Kijk, dit vind ik gelijk heel erg lelijk. Ik vind het helemaal niet flatteus. Het hoort gewoon tot de grond te komen. Verder vind ik het wel een leuk broekje. Want er zit zo'n glittertje in. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. Ja, zo. Maar nee, dit vind ik helemaal niks. Hij is ook best wel duur trouwens. Deze is €46. Dat is gelijk €20 duurder dan die andere. Dus deze gaat niet mee. Let trouwens niet op hoeveel ontzettend veel haar ik heb op mijn shirtje. Dat komt echt door mijn jas. Want ik heb dus die teddycoat aan. En die laat enorm af op dit shirt. Dus ja, dat. Deze mango jas is zo fucking zacht. Deze is echt mooi. Hij is €120. Hij is echt mooi. I love it. Maar ik heb echt geen jas meer nodig. Kimberly heeft hem aangedaan. Kimberly is mijn jassenzoektocht. En ik zit haar gewoon net de jassen aan te smeren. Ja. Deze is echt. Ja, je was hier heel breed. Nee, vind ik niet. Dat hoort erbij. I like it. Deze puffer is ook echt fantastisch. Hoe cool. €100. Voor iemand die al te veel jassen heeft, gaat hem niet worden. Maar hij is wel echt nice. Deze tas is echt cool. Oh my god, zo cute. Hoeveel kost die? 36? Ja, €35,95. Kijk. Oh, het is echt leuk. I love it. Zo fout dat hij leuk is. Oh mijn god, ik vind deze dus echt nog leuker. En ik gebruik echt Kimberly even als mijn paspop. Love it. Hoeveel kost deze, Kim? Iets duurder. Maar hij is ook iets leuker. Ja. En hij is zo zacht. Hij is nog zachter dan die andere. Oh my god. Ik ben nu bij Mango en ik heb deze broek aan in maat 36. En deze kost €59,95. Ik ga even checken. Oh, €49,95. Dat is €50. Ja, ik weet het niet. Ik vind hem half leuk en half niet leuk. Ik denk dat ik dit niet zo vind. Dat hij hier een beetje een zak vormt of zo. Ja. Nee. Ja, ik weet, ik vind hem niet lelijk, maar ik vind hem ook niet mega leuk. Maar niet leuk genoeg om mee te nemen in ieder geval. Dus deze gaat niet mee. Ja. Die is wel heel cool. Is echt gaaf. Deze schoenen zijn echt zo leuk. Alleen ik heb ook echt veel te veel schoenen. Ik mag echt geen schoenen kopen. Ach, en deze. Ook mooi. Damn. Deze. Ook heel cool. Oh ja, ja. Heel gaaf. Die lingerie hier, doe. Dit is echt super mooi. Wauw, deze kost €17. En het broekje is ook €17. Dat valt wel mee. Echt mooi. Ik ben nu bij Another Stories en item nummer 1 is deze bloemetjesjurk. Die wel echt heel erg leuk vind, maar ik realiseer me echt net dat ik gewoon thuis al zoiets heb hangen. Dus misschien is het wel een beetje dubbel op, alleen al met paars. Ik vind deze rode kleur ook wel heel mooi, maar ja, hij is wel €89. En dit is trouwens maat. Kijken. Oeh. Maat 36. Misschien wel een beetje dubbel op voor zoveel geld. Wel echt een aanrader als je nog niet zoiets hebt. Deze top heb ik uit luiheid eventjes over mijn eigen top aangetrokken. Maar ik ben hier niet helemaal weg van. Ik weet niet, ik vind het een beetje een onflatteus model of zoiets. En hij is ook best wel duur. €59. En dit is trouwens maat 34. Nee. Nee. Behalve parfum ga ik hier niks kopen. Het is inmiddels al een paar dagen later. En ik wil jullie eventjes laten zien wat ik allemaal heb gehaald. En nou, de kat wilde per se bij zitten. Dus ja, ignore him. Ik heb deze broek van Adidas uiteindelijk gehaald. En deze broek van de Topshop. Het is dus niet zoveel als de vorige keer. Maar twee items. Maar wel twee items waar ik ongelooflijk blij mee ben. Ik heb deze Adidas broek al op Instagram gezet. En kreeg super veel leuke complimenten over. Dus ja, heel erg blij dat ik die heb gehaald. Het is gewoon echt een heel erg originele broek.
broek. En deze broek van de Topshop is gewoon echt perfect. Ik zocht dus al heel lang zo'n rib flare broek die lang genoeg was. En die heb ik eindelijk gevonden, dus ben ik heel erg blij mee. Verder denk ik er nog over na om die broek van de Urban Outfitters te bestellen. Want ik vond hem wel heel erg gaaf. Hij is wel €84. Maar ja, ik weet het niet. Ik vind hem wel heel erg cool. Dus ik hoor eigenlijk graag van jullie wat jullie vinden. Moet ik die alsnog bestellen of niet? Zo, en Harry gaat er nu bovenop liggen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van weer een nieuwe pashokjes video. Ik hoop dat jullie deze net zo leuk vonden als mijn vorige in Groningen. Mocht jullie nou nog niet hebben gezien, dan staat er een linkje hieronder in de, hoe noem je dat? Description box. Ik weet eigenlijk niet wat de Nederlandse naam daarvoor is. Daarin vind je ook linkjes naar alle items die ik heb gepast. Als ik de linkjes kan vinden tenminste. Ik denk dat de meeste dingen wel online te vinden zijn. Ook de dingetjes die ik aan had. Want daar kreeg ik vorige keer ook vragen over wat ik zeg maar aan had tijdens het shoppen. Dus ook dat vind je hieronder. En ja, mocht je dit nou een leuke video vinden, dan zou ik het heel erg waarderen als je mij een duimpje omhoog zou willen geven. En ik zou het natuurlijk ook heel erg tof vinden als je zou willen abonneren op mijn kanaal. Laat ook eventjes achter in de reacties hieronder welke items jij leuk vond. En ik wil nog steeds heel erg graag weten of jullie vinden dat ik die Urban Outfitters broek wel of niet nog moet gaan bestellen. Dus ja, daarbij is dit het einde van de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer. Doeg!